De ondersteuning die het ministerie van Defensie biedt op het gebied van veiligheid is gericht op het afschrikken en beschermen met gezag. Dit zei minister Krishna Kumari Mathura van Defensie afgelopen donderdag in de Nationale Assemblée over de veiligheid in het land. De bewindsvrouw is zich ervan bewust dat veel burgers zelf maatregelen treffen om zich te beschermen tegen de verruwde criminaliteit. Defensie heeft zelf ook een analyse gemaakt van wat zich nu afspeelt in de samenleving. Wat we zien in de afgelopen periode hebben we inderdaad gezien vergroting van overvallen en berovingen. En we zien ook dat geweld hiermee gepaard is. We zien een spreiding van die overvallen, zowel in de kustvlakte, maar ook in het binnenland en een beetje in het zuiden, maar ook aan het oosten, oostelijke deel van de overvallen. We zien gebruik van zware wapens en we zien dat mobiliteit van daders een beetje is toegenomen. Mathura laat weten dat Defensie ook zichtbaar zal zijn bij de speciale operatie van de politie Zero Tolerance. De ondersteuning houdt in dat de leden van Defensie breed zichtbaar en aanspreekbaar zullen zijn, zodat ze inderdaad de criminaliteit kunnen ontmoedigen en afschrikken. Dat is op korte termijn. En daar willen we dus ook luchtmobiliteit inzetten. Lange tijd waren de heli's bij ons niet mobiel. Ze wachten op de inspectie. We hopen deze maand of midden van de maand alle drie... heli's geïnspecteerd te hebben en weer in de lucht te krijgen. En we gaan het inzetten, we gaan extra mobiliteit inzetten om de zichtbaarheid van het leger te vergroten. Zowel in de kustvlakte als in het binnenland, om in elk geval samen met de politie te ontmoedigen. Deze operaties, wanneer het gaat om interne veiligheid, doen we niet alleen, maar doen we altijd samen en met ondersteuning van de politie. Mathura benadrukt dat veiligheid een grondrecht is van elke Surinamer. Ze benadrukt dat elke Surinamer het recht heeft om vrij te lopen over straat en om in alle rust thuis te zijn.